Op zoek naar een vette upgrade van je fiets? Zo jongen! Dan is vaak het eerste waar je naar gaat kijken een upgrade van je wielset. Voor draaicomfort, aerodynamica of eigenlijk de echte reden omdat het er gewoon heel dik uitziet. Veel mensen rijden nog op oude aluminium wielen of bijvoorbeeld op de carbonwielen die standaard bij de meeste fietsen komen. Maar als je overstapt naar carbonwielen vanaf aluminium ga je één ding direct merken. En dat is gewicht. Carbon is namelijk extreem licht. En dat merk je direct als je bijvoorbeeld in de bergen gaat fietsen of als je gewoon gaat optrekken, zo om de hoek naar je bordjesprint toe. En toch gaan de meeste mensen niet per se voor gewicht als ze upgraden naar carbonwielen. De meeste carbonwielen hebben namelijk relatief veel materiaal, zijn heel hoog en dat doen mensen om twee redenen. Enerzijds is dit dus een stuk aerodynamischer, waardoor je sneller zult fietsen. Anderzijds geeft het veel meer stijfheid. En stijfheid zorgt er eigenlijk voor dat minder energie verloren gaat en dus gewoon een strakkere lijn kan rijden. Niet alleen de hoeveelheid carbonmateriaal, maar ook de spaken en de naven en andere materialen hebben veel invloed op de stijfheid van je wielen. Onze ploeg rijdt met de Nederlandse wielen, komen uit Eindhoven, van Scope, met de race series. En dan heb je drie varianten. De eerste, dat is de R3, die is 30 mm. De tweede is de R4, dat is deze, die is 45 mm. En dan de laatste, de R5 wielen. Dat zijn natuurlijk eigenlijk de mooiste, die zijn 57 mm hoog. Naast de race-series heeft Scope ook een sportseries beschikbaar. Deze zijn net wat toegankelijker geprijsd, zelfs onder de 1000 euro en komt ook in drie smaakjes. De S3, de S4 en de S5. En de twee mooiste, de grootste, zijn vanaf nu ook in onze webshop verkrijgbaar. Volgens mij krijg je er ook nog Pirelli-bandjes bij. Benieuwd geworden in carbon wielen en ben je misschien wel geïnteresseerd om te upgraden? Klik dan even op de link in onze beschrijving, daar staat nog veel meer informatie. En laat vooral even in de comments weten hoe hoog jouw wielen zijn. Het is niet een wedstrijd wie de langste heeft. Maar hoge wielen is wel lekker vet voor je fiets.